Dus dan gaat heel Nederland... De burgemeester geeft de kinderen les in de do's en don'ts van vuurwerk. Wie van jullie hier heeft er nou wel eens knalvuurwerk afgestoken? Ook op deze school steken kinderen dus vuurwerk af. Maar Krikke wil daar vanaf. Want naast plezier kan vuurwerk ook zorgen voor letsel. Mensen die een deel van hun hand verliezen, mensen die hun ogen kwijtraken. Dat zijn echt hele intensieve dingen. En het blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat het eigenlijk het gevaarlijkste feest is. En toch zien wij dat nog steeds als een feest. Dat komt door het vuurwerk. Een vuurwerkverbod dus, als het aan Krikke ligt. Maar voorlopig wil het kabinet geen landelijk verbod invoeren. En vuurwerk lokaal verbieden werkt niet volgens de burgemeester. Want dan voert de ene gemeente wel en de andere weer geen verbod in. Maar Krikke blijft aandringen bij het kabinet. Laat me vooropstellen dat ik blij ben dat er steeds meer gemeentes zijn die inzien dat een landelijk verbod op siervuurwerk en knalvuurwerk dat dat een goed idee is. En met deze steun in de rug, want zo ervaar ik het, ga ik opnieuw in gesprek met de minister. Maar voor nu geldt dat iedereen zich vooral goed moet voorbereiden om letsel te voorkomen. Krikke deelt daarom vuurwerkbrillen uit. Dan gaan we terugtellen van 5 en dan gaan we bij 1 gaan we hem allemaal opzetten. 5, 4, 3, 2, 1. Applaus voor jullie.